Ik was er pas bij toen de jongens uit het verblijf waren. Maar ik heb wel gehoord dat ze al best ver het verblijf in waren. En dat zou hier in de buurt van het vliegtuig moeten zijn. In dit gedeelte van het safaripark mogen bezoekers alleen met hun auto komen. Want hier lopen de dieren vrij rond. Je kunt ze vanuit de auto goed zien. En gisteren liepen hier dus ook drie jongens rond. Tussen de cheetahs. Jachtluipaarden dus. Op deze plek kom je niet zomaar, zeker niet te voet. Zo kijk, hier hebben we het wandelpad waar onze dagbezoekers lopen. En dan eigenlijk rechtdoor waar ook het bordje staat. En waar eigenlijk alleen de dierverzorgers doorheen mogen rijden. En daar zijn die drie jongens naar binnen gelopen. De jongens hebben deze borden genegeerd of niet gezien. Ze liepen helemaal door en kwamen toen bij deze ingang terecht. Waar hier dus het bord staat met pas op, loslopende cheetahs, blijf in de auto, ramen gesloten houden. Die waarschuwing staat er ook in het Engels en Duits. En dan is er nog het wildrooster. Nou, hier ben je dus op de autosafari, de plek waar je als wandelaar eigenlijk normaal gesproken helemaal niet terecht kan komen. En dan kom je hier nog bij het wildrooster. En een wildrooster is er dus voor gemaakt om de dieren in hun verblijf te houden. Dus er zijn grote buizen, die buizen zijn rond, dus daar kun je heel moeilijk op staan. Ook een jachtluipaard kan er heel moeilijk op staan. De jongens zijn dus ook hier overheen gelopen en stonden toen in het verblijf van de jachtluipaarden. We doen dit al heel lang en dit hebben we op deze manier nog nooit meegemaakt. Wel eens een keer dat mensen vanuit de autosafari uit de auto gestapt zijn. Jezus, oh my god. Dat gebeurde een paar jaar geleden. Het kind? Nee. Jezus. Nee. Nee, Jezus. Nee, nee, nee. Doe normaal, man. Toen stapte Jezus. Een Frans gezin uit de auto om de jachtluipaarden van dichtbij te bekijken. Het liep toen gelukkig goed af. Oh, wat erg. In die auto, mensen. Kom op. Oh, wat erg. Nu liep het minder goed af, want de jongen werd door één van de jachtluipaarden gebeten. In zijn arm en op zijn hoofd. Eén bezoeker die zag het dus gebeuren en die is heel hard gaan toeteren. Een van de verzorgers was toevallig de nachtverblijven van de cheetahs aan het schoonmaken. En die hoorde al van, hey, er gebeurt iets, er is iets aan de hand. De dierenverzorger kwam meteen in actie en haalde de jongens met een auto uit het cheetahverblijf. De jongen die gebeten was, mocht na een controle in het ziekenhuis nog dezelfde dag naar huis. Wel had de cheetah zijn schoen te pakken. Dat is te zien op deze foto die door een bezoeker is gemaakt.